Een hele goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en vandaag wordt een hele leuke dag, want vandaag heb ik namelijk afgesproken met Cindy om heel even naar de stad te gaan. We gaan even naar de H&M, want ze moet een pakketje terugbrengen en voor de rest zien we eigenlijk wel wat we gaan doen vandaag. Het is nu tien over half twaalf en dit wordt eventjes een losse vlog. Die jullie kunnen zien als een soort van weekvlog. Maar het is eigenlijk geen weekvlog, maar het is een soort van losse vlog. Omdat ik denk ik een beetje... Ja, ik heb de afgelopen 2 weken heel weinig gedaan. De vakantievlogs zijn nu nog bezig. Dus als je deze vlog ziet, zijn de vakantievlogs alweer voorbij. Maar ja, ik ga me nu even omkleden en alles doen. En dan ga ik jullie meenemen in mijn dagje vandaag. Dit is de look van vandaag. Deze slangentop van de Primark. Broek, H&M, schoenen, fans. En Cindy is er. Dus ik ga nu lekker naar beneden. We lopen in de stad en ik ben met Cindy. En ik heb er wat gekocht. Een trui of 3. Dus we gaan nu lekker lunchen bij Moeke. Wat ga jij nemen? Dat weet ik nog niet. Moet ik eerst de kaart zien. Ik wil denk ik dat 12 uurtje van vorige keer. Oh, die was wel lekker, ja. Met die soepje, met die koketje, met die kaas op de brood. Met die kaas op die brood. Met die kaas op die brood. Dat was een ei, maar oké. Okay. Kan ook. Of zat er geen plakkaas op? Volgens mij wel. Volgens mij heb je toen de kaas eraf gehaald. Ja, dat was ik. Dus, we gaan nu lekker naar Moeke toe. En ja, ik zie jullie zo. We zitten bij Moeke en we hebben eten besteld. We hebben allebei een 12 uurtje, hoe origineel. En allebei een kassis. En ik heb dus net een shirt gekocht bij de JD Sport. En Cindy wil misschien... Hou je mond, Siri. Siri gaat ineens automatisch aan. Ja, dat komt dat je mijn naam zegt. Cindy. Siri. Werkt niet. Maar oké. Dus we gaan lekker eten. En ik neem jullie weer mee. En inmiddels zijn we weer thuis en Cindy en ik hebben allebei hetzelfde t-shirt gekocht. Ik was eerst. I know. Ik heb hem. Wat zei je? I like it a lot. En we zijn nu hier lekker Little Mix aan het kijken. We gaan zo meteen film kijken, maar ik wilde het even delen met mijn beste vriend. Dus, welke maat heb jij trouwens genomen, Sin? Een elletje. En ik heb XXL. Because I am a fat bitch. En Cindy is een skinny bitch. Skinny bitch. Dus we gaan lekker even dit afkijken. Duurt nog ongeveer 2 minuutjes. En Cindy heeft een hekel aan Fila schoenen. Ja. God, gaat die weer? Kutserie. Hou je kop. Ik zei dat hij reageert op mijn naam. Maar waarom haat je Fila schoenen? Ze zijn lelijk, ze zijn groot. En het lijkt echt alsof je 2 maten groter hebt dan je eigen schoenmaat is. Ik heb ze ook. Maar ze zijn nog steeds lelijk. Bij mij staan ze fantastisch. Nee. Dus we gaan lekker dit even afkijken. En dan, ja. Dan spreken jullie zo weer. Later, kut!
shot van hiervoor. Dat moeten jullie niet serieus nemen. Maar we zijn aan het just dansen. En hoe vinden jullie onze leuke sporttops van Adidas? Superleuk. Oh, het is nu 5 over 4 al. Dus, zie je dit zweet? Ik ook. We gaan nog even lekker dansen. Cindy is verslaafd aan likkoekies, likkoekies, likkoekies. Cindy is verslaafd aan likkoekies. Cindy gaat naar huis. Oh. Oké. Ik ga dus nu Cindy naar boven brengen. Dat klinkt echt zo. Kan ik zelf niet. Ze kan niet eens de trap oplopen, Jesus. Dus dit wordt even leuk. En dan ga ik daarna nog even lekker hier zitten en lekker video's kijken en gezelligheid. Thumbnail. Oh, we moeten een thumbnail maken, Zin. Kom eens terug. Gaat ze zitten op trap? Oké. Thumbnail. Klaar. Dus we gaan Cindy uitlaten aan de halsband. Swagger Jagger. Damn girl, you looking like me. The same clothes, the same shit. The same things. Maar oké, dus ik ga nu Cindy lekker eventjes de deur verwijzen. En dan ga ik jullie trouwens dadelijk eventjes nog een shop. Van het kind af. Daarna ga ik jullie even mijn geshopte spulletjes laten zien. Dus, ik ga nu naar boven. En ik ga Cindy lekker uitdraaien. Bye! Oké, ik zit dus nu in de souterrain en ik ben bezig met de vlog. Ik ga echt helemaal stuk om dat stukje dat wij gingen dansen en zo. Deze trui heb ik trouwens gekocht bij de H&M. En die was €7,99 of zo. Dat is wel goedkoop. En ik heb ook nog twee andere truien, een witte en een gele. Maar die laat ik zo meteen zien. Maar ik ga zo meteen eerst even naar mijn opa. Want mijn opa gaat trouwens verhuizen. Super leuk. Dus we gaan even wat dingetjes opruimen in het huis. En et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Dus dat ga ik nu ook even doen. En we gaan over ongeveer een kwartiertje weg. Dus ik ga eventjes like it. Even wat eten. Naar binnen werken in mijn mik. En dan vervolgens die kant op. Oké, we zijn dus aangekomen bij mijn opa en ik ga even een foto maken van, wat foto's maken van bepaalde dingetjes die ik niet meer wil hebben. Voor interesse voor mijn ouders, voor mijn vader, weet ik veel wat. Deze kassen trouwens, die stonden helemaal vol met allemaal autootjes. Maar die is nu leeg en deze kasten ook. Hey, dus dat. Thuis van opa. En ik had jullie natuurlijk nog. Wow, je ziet precies niks. Gaat het? Ja. Even het lichtje aandoen. En dan ga ik jullie nu even mijn geshopte items laten zien. Maar eerst ga ik jullie even op dit statiefje gooien. Het zit dus in deze Valentino tas. Die ik van Cindy al even heb geleend. Omdat ik geen tas bij me had. En ik dacht, ja, doei, ik ga geen tasje kopen daar. Want 10 cent, keuren tijden. Maar ik heb wel wat aantal leuke dingen gekocht. Als eerste deze trui. En er staat op Eternal. Zo? Ja. En er staat Become op. En die was €10. In plaats van 25. Toen heb ik deze witte trui gekocht. Met daarop. Wat staat daar? Vriendinnen. Wat staat daar? Er staat op. Kom, Rete City? Geen idee. En deze was €12,99. En toen kocht ik. Wat zit hier nog meer in? Oh ja, oké. Dan heb ik ook nog een gele trui gekocht. Ik ga werken, jongens, bij de Outdoor Club. Nee, is niet waar. Maar het is van de Outdoor Track and Trail. En dan staat dit op de achterkant. Super tof. En die was. Trouwens, volgens mij €8. En toen heb ik bij de GD Sports, maar dat hebben jullie al kunnen zien in de vlog, heb ik samen met Zin, hebben we dit hele leuke Adidas shirtje gekocht. En ik maak geen grap, dit shirt staat letterlijk al 2 maanden in mijn ASOS mandje. En elke keer denk ik, nee, €35, nee, te duur, weet je wel. Kijk, het is niet duur voor een shirt, maar ik vind €35... voor een shirt, heel duur. Yaki 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 ba.
Maar toen zag ik hem nu in de sale. Nou, Cindy zag hem in de sale. Voor 20. En toen dacht ik, yes, bitch. You going to me in my tas. My bag. Dus die heb ik gekocht. En deze is super leuk. En Cindy heeft hem ook. Dus we matchen nu. Dus dat is alles wat ik heb gekocht vandaag. In Delft. En dan sluit ik bij deze de vlog ook af. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En laat ook even een leuke comment achter. Of ik dit vaker moet doen. Losse vlogs. Of dat ik weer over moet stappen op de week. Vlogs. Ik denk het wel. Een aantal of weet ik veel wat. En dan doe ik ook gewoon nog een losse vlogje of zo. Weet ik veel wat. Laat maar even weten in de comments. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Die volgende week maandag. Of eerder zelfs. Online staat voor jullie op mijn YouTube kanaal. Dus tot de volgende video. Bye bye.